Vanochtend even over 10 aan het Damsterdiep in Groningen. Met de slaap nog in de ogen stapt Chantal de Boer samen met haar vader de dansschool binnen. Heel veel nachtrust heeft ze niet gehad, want gisteravond was het feest. 12 punten naar Chantal! 10 punten voor Benne en de 12 punten zijn voor Chantal. En dat betekent dat Chantal onze winnaar is van Junior Dance 2015. Chantal, kom erbij. Nog even snel, hou het kort. Wat wil je tegen je fans thuis zeggen? Ik hou van jullie. Ik ben echt fijn. Super blij. En zo stapt het kleine, grote danstalent uit Winsum vanochtend alweer geconcentreerd over de dansvloer. Met wel heel veel binnenpret. We kwamen heel laat thuis. Toen hebben we nog even een beetje taart gegeten. En toen hebben we nog een beetje gedanst, gefeest. Toen een stukje film gekeken en toen zijn we gaan slapen. Met wie allemaal? Met mijn vriendinnen, want mijn vriendinnen kwamen bij me slapen. En mijn broertje en zusje sliepen er ook bij. En jij staat hier vanochtend alweer vroeg in de dansschool. En die vriendinnen dan? Ja, die liggen nog lekker in hun bed. Was je die niet liever bij blijven liggen? Nou, ik krijg wel leuke workshops, dus ja, ik heb wel zin in. Dochter Lief wil alweer dansen, dus is ook vader Klaas er alweer vroeg bij. Ze traint 20 uur in de week, moet je wel eens aan de handrem trekken? Ja, absoluut. Want als ik haar niet tegenhoud, dan traint ze gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Gewoon door. Ja, voor haar is het gewoon niet goed. Waar gaat het heen met dochter Lief? Ja, durf ik niet te zeggen. Kijk, ze heeft de droom om met de allergrootste artiesten te dansen. En ja, maar dat weet je nooit. Ze is 13. Laten we gewoon plezier voorop houden. En dat is het allerbelangrijkste. En dan zie je, dan kan het heel veel rijken.